Dus wat ik nu schrijf is eigenlijk gewoon alles waar ik me over verbaas of verwonder, dat, ja, daar schrijf ik over. En dat is niet per se in een genre te passen of zo. Dus of dat nou jazz is of pop of hoe je het wil noemen, het is gewoon wat ik maak. De titel van de EP, nu die net is uitgekomen op 5 juni, is Onbreekbaar Leven, met de om tussen haakjes. Onbreekbaar Leven gaat voor mij over alles aan willen kunnen, maar eigenlijk heel kwetsbaar zijn. Als het licht te lang getoofd, mijn hoofd het niet meer weet, of rechts of links of alle twee, als ik mijzelf dan heb beloofd, het weer probeer een keer op keer, val. Als de lucht nog niet geklaard meer vraagt, de adem nog steeds stokt, als ik teugeloos je taal verdraai, met woorden naar je uithaal, het huilen maar niet stopt. Ik speel met Serge Dussault op toetsen en met Quirijn Vos op flugelhorn. In de plaat zitten ook blazers, zit ook nog horen en trombone. Maar live neem ik alleen trompetten en flugelhorn mee. Nou, ik denk dat, dat Quirijn dat het beste even zelf kan vertellen. Zullen we hem daar... Quirijn, wil je vertellen wat een flugelhorn is? Dit is een flugelhorn. En een flugelhorn is eigenlijk een soort van warme trompet. Dus de buizen zijn eigenlijk hetzelfde, maar ze zijn net wat groter. Dus de beker is wat groter. En ja, hij oogt ook iets groter. De rondingen zijn wat groter. Ja, dan krijg je een wat warmer geluid eigenlijk dan een trompet. Ja, dat is dat eigenlijk. Nou, laat maar even. Oh, een klein beetje hoor. Nu de dag de nacht ingaat, ik mij te vaak heb afgevraagd waar de tijd heen ging vandaag. Zal ik wachten tot de tijd de vraag verdringt? Mijn hoofd de woorden weer verbindt. De dag opnieuw begint. Praat met de tijd alsof hij weet waarheen ik ga. Ik praat met de zee alsof hij mij vertellen kan waarheen we varen. Waarheen we varen. Waarheen we varen. Maar niets is minder waar. Oh, maar niets is minder waar. Ja, spelen voor publiek, ja. Alhoewel ik ook wel echt een liefde heb voor in de studio zitten en het maakproces. Dus ik hou er ook wel van om lekker in je cocon samen met een paar mensen die je vertrouwt gewoon te maken en te creëren. Dus ja, dat is ook heerlijk. Serge zei net, je hoort zelfs af en toe de vogeltjes fluiten. Dus het heeft al wat, ja. En toch nog een beetje publiek, jullie. Ja, we gaan spelen met mijn plaat die net is uitgekomen, met Onbreekbaar Leven. En dat zouden we eigenlijk al het najaar gaan doen, maar door de hele coronacrisis gaat dat nu even niet. Maar de popronde maakt het nu wel mogelijk om in ieder geval een paar zalen te gaan spelen. Dus we gaan in ieder geval in oktober spelen in Dordrecht. En dan hopelijk vanaf januari, als alles weer kan, gaan we echt popronde spelen. Ja. Het laatste liedje dat wij voor jullie gaan spelen heet Zolang jij maar van me houdt. Vroeg of laat, via de stoep of toch de straat, via de auto of de fiets, of je alles of niets. Of je nou nu of straks, of je even op me wacht, of je dichtbij of ver weg, of je nou vlucht of vecht. Of je de stilte breekt, of je zwijgen spreekt, of een glas erbij, en dan proost op mij.
Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhard. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, het platteland of toch de zee. Of je nou ziek of oud. Ze zong voor jou, voor ons, voor jullie. Het is een mooie avond geweest. De lichtjes straks uit, de glazen naar binnen. Morgen weer een dag. In je hoofd meandert de muziek nog wat na. Dit was Tirza in Tiny Concert in Droompark De Zanding.